Er hing een rooksluier vermengd met motregen over het provinciestadje Almelo. Ik vluchtte naar buiten. Het was begin oktober, best wel koud. Niet wetend dat ik mijn moeder nooit meer terug zou zien. Mijn vader was een stille man. Hij werkte bij Stork in Hengelo. En mijn moeder hield graag de stand op. Vandaar dat mijn vader met een prachtige leren aktentas naar zijn werk ging, waar zijn broodtrommeltje en zijn overal in zaten. Ik had een beetje koppijn van al die rare gedachten. Mijn buik voelde alsof ik mijn maandelijkse periode kreeg, maar toch was het een heel fijn gevoel. De tijd ging heel snel. Als een verwaasde dronkenlap liep ik straat in, straat uit. Dit waren momenten van intens geluk. Die zaterdagavond ging ik op jacht naar een ontmaagder. Met één condoom in mijn handtasje. Meer had ik niet durven pakken. Ik voelde me verpletterd. Zijn blik was spottend, maar ook bewonderend. En ik zag ook pijn. En dat fascineerde me. Hij had iets van Droef de Hond. Elke vezel in mijn 15-jarig lichaam stond op tilt. Die blik, die aandacht voor mijn persoon, dit kende ik niet. Hij vroeg, wil je een broodje pindakaas? Hey meisje, ga jij dat het zootje doen en die familie Klomp? Ach kind, doe dat ook niet. Je bent toch veel te jong daarvoor. Mama heeft mij de schuld gegeven van papa's dood. Ja, vader, heb je moeder gevonden met een ander in bed? Oh, en al die tijd heb ik gedacht dat het mijn schuld was. Naar binnen, zei de man. Dit zal niet lang meer duren. Er is een handtekeningactie aan de gang om jullie hier weg te krijgen. En de kinderbescherming hebben we ook al gebeld. Ineke rilde en zei... Ik voel me zo klein. Ik ben helemaal niets. Ik ging naast haar zitten en voelde dat ze doodsbang was. Dit was puur. We waren geestelijk en lichamelijk met elkaar verbonden. Dit gevoel bleef de hele dag bij me. Ik twijfelde of ik wel echt uit de groep weg wilde. Na deze boterham met pindakaas veranderde mijn leven voorgoed.